Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Deze in Arnhem-Muiden, deze in Overzande en deze in Filippinen. Het zijn 3 van de 32 brievenbussen in Zeeland die gaan verdwijnen. PostNL neemt een maatregel omdat ook wij Zeeuwen steeds minder post in de brievenbus stoppen. Nou, dat kan wel een half jaar geleden zijn hoor. Zeker een 2-3 weken geleden. 16 augustus of zoiets? Ja, ik weet niet meer precies. 32 bussen die verdwijnen is veel. Maar toch wordt er geen één dorp nu brievenbusloos. Hier in Overzande bijvoorbeeld. Daar moet je straks 2,5 minuut verder lopen voor je bij de brievenbus bent. Voor ons is het natuurlijk makkelijk. We hebben de fiets, we zijn nog redelijk jong. Maar voor de oudere mensen wordt het steeds moeilijker. Tegenwoordig verdwijnt alles. Het is allemaal zo onpersoonlijk, dat vind ik. PostNL moet zich houden aan de postwet. In die wet is geregeld dat er ook brievenbussen in kleine dorpen blijven. Gelukkig. Want helemaal zonder papieren groet of kartonnen wens kunnen we niet. Zeker met de kerst en met de feestdagen. Ja, dat is altijd leuk als je een kaartje binnenkrijgt. Hè? Want ik denk iedereen ontvangt toch wel eens graag een brief. En ja, dat is gemakkelijk dat hier gewoon op de bus te steken is. Hè? De politie deed ook vandaag weer onderzoek naar het schietincident in Vlissingen gistermiddag. In de tussentijd zijn al wel 3 Vlissingse mannen aangehouden van 23, 27 en 30 jaar. Dat gebeurde in Rotterdam. Ook is duidelijk geworden dat het slachtoffer, eveneens afkomstig uit Vlissingen, een 25-jarige vrouw betreft. De politie is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. En Zeeuws mountainbike-succes Sanne Terpstra heeft in Andorra voor de 2e keer in haar carrière zilver gepakt op het wereldkampioenschap mountainbike. De uit Zierikzee afkomstige Terpstra eindigde achter landgenoot Puk Pietersen. Meer hierover uiteraard straks in Omroep Zeeland Sport. Middelburger Bart Gabrielsen is op zoek naar een stuk braakliggende grond om daar een permanent natuurlijk festivalterrein van te maken. Dus ik dacht, is het niet gewoon tof om een festival op een braakliggend terrein te organiseren en dan te kijken of ik daar natuur op kan gaan aanplanten. Wanneer de grond niet gebruikt wordt voor festivals, blijft het beschikbaar voor mensen om te recreëren. Gabrielsen heeft 30.000 euro van de provincie gekregen voor de inrichting van het terrein. Ik denk aan dingen als een soort met amfitheater met grondverplaatsing proberen aan te leggen. Een ingang die bijvoorbeeld bloeit op het moment als het festival is. Dus je kiest dan voor planten die bloeien in september. Er staan geen hekken om het festival heen, maar we gebruiken water en inheemse struiken. Misschien een voedselbos, natuurspeelplaats. De muziekkeuze voor het festival is redelijk ongewoon voor Zeeland. Ik denk psychedelische muziek uit de hele wereld. Experimentele muziek, veel kruisbestuivingen tussen verschillende genres. Ook al heeft Gabrielsen inmiddels een geïnteresseerde grondeigenaar voor het project, staat hij open voor meer aanbiedingen. Ja, als je denkt van ja, ik heb inderdaad een terrein, daar doen wij niks mee. En wij vinden het hartstikke leuk dat daar mooie natuur op wordt aangelegd. En we vinden het ook wel leuk dat daar nog iets met recreatie of een festival gebeurt. Dan weet je me te vinden, hoop ik. Je hebt eigenlijk 2-3 dingen nodig. Een schuur, een feest en natuurlijk wat te eten en te drinken. Voor het eerst is dat weer gelukt op Schouwen-Duivenland. Het eiland miste al jaren een schuurfeest en daarom organiseerde vriendenclub De Oude Zuubschutter gisteravond in Sierjansland de eerste editie van Schuurfeest Schouwen-Duivenland. Wat is nou het gevoel van een schuurfeest? Toch een sfeer in de schuur. Hè? De interactie tussen natuurlijk de muziek, de lichten en tussendoor ook een drankje natuurlijk, maar de mensen onderling. Dat is echt gewoon een combinatie van alles, denk ik dan. 600 mensen kwamen erop af, wat volgens de organisatie duidt op de grote behoefte aan zo'n schuurfeest. We moeten eigenlijk altijd het eiland af en we wilden eigenlijk toch wel een keer een feest op het eiland. Vanochtend was het tijd om op te ruimen en dat is voor de een hard werken en voor de ander met een mogelijk katertje een zittende klus. Hoe dan ook, voor de mannen is het schuurfeest geslaagd. Genoten, als organisatie genoten en volgend jaar weer. Het was vandaag een zeer warme dag in Zeeland met maximumtemperaturen tussen 28 en ruim 30 graden. En daarbij werd ook een record verbroken in Westdorpen. Was het oude record 28,1 en daar werd het vanmiddag 30,6.
We hadden alleen wat sluierwolken en verder ook veel zon. Dus het was een uitstekende dag om verkoeling te zoeken aan het strand. En dat deden dus ook veel mensen. Vanavond is er kans op een enkele lokale onweersbui. En ook vannacht is dat het geval. Het wordt niet veel kouder dan 20 graden, dus een plaknacht. Morgen is de kans op enkele onweersbuien wat groter. Dan wordt het warm en benauwd met een maximumtemperatuur van 26 à 27 graden. We krijgen een matige zuidwestenwind. De dagen daarna zien we wat lagere temperaturen. Dinsdag wordt het ongeveer 23 graden met een enkel buitje nog, maar in de middag droog weer. En woensdag blijft het droog met de zon erbij en ook 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook terecht in onze app of op onze site omroepzeeland.nl. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.